Welterusten! Oh nee, daar heb je die... Welterusten! Oh, die vervelende bewaker, wacht. Oh, daar heb je hem. Oh nee. Welterusten! Oh jongens, hier heb ik zo geen zin in. Lamp uit! Oh, jij? Hallo meneer, Hallo. Ik wilde net slapen, ik lig al. Ja, dat is heel goed. Ja. En nou die lamp uit. En doe die wc dicht. Gat, voor het steekt hier. Ja, maar ik kan die lampen toch niet uitdoen. Kijk nou wat voor grote stalen pijpen hier lopen. Wacht even hoor, even kijken. Oh ja. Wacht, mag ik naar je toe? Heb ik toestemming? Nee, natuurlijk niet, gek. Waarom niet? Nee, jij blijft daar zitten. Ik lig. Ja. Meneer, ik moet plassen. Nee. Ik moet heel nodig. Echt de hele... Nee, het is... Wacht, ik kom er wel even uit. Oh, ik dacht echt dat ik hieruit kon spelen. Ik ga verder met mijn ronde. Tot ziens. Nee, meneer, wacht nou even. Meneer. Hallo! Jongens, ik moet zo nog plassen. Moest jij naar de wc? Ik. Jee. Ik, ja. Kom eraan. Kunt u maar alsjeblieft... Achteruit. Kunt u maar alsjeblieft uit de cel halen? Ik ben echt heel nodig. Echt de hele tijd al. Ligt de hele tijd in het pisnest daar. En nee, dat pis dat moet daarin, niet in je nest. Ja, maar jij hebt het net dicht gedaan. Hier, zo. Ja. Kan het lekker ruiken? Nee, doe nou dicht. Kan het lekker ruiken? Potverdorie. Kom maar even binnen, ruik even. Ik zit nou te denken, je wil dan ook in de wc, maar dat kan gewoon. Ja, van wat? Nee. Nee, wacht even. Wacht even, meneer. Hoe mag ik u noemen? Steen. Steen. Mijn wat Sepp? Mijn toilet zit verstopt. En u wilt... Ik kijk door het glaasje heen. Ziet u dat ook, of niet? Nee, het zit heel raar met je schild te doen. Meneer, dit vind ik intimiderend. Sorry, Steen. Hey, ik kijk net op de tijd hier en ik zie dat het tijd is voor corvée. Klopt, ja. Ja, ik moet naar de kantine. Ik moet de gevangenen voeren. Maar ik kan u niet zien, meneer. Ik moet even dat schild weghalen. En nu? Ja, maar... Ja. Zien we nu wel? Ik zie je nu wel. Dan wordt mijn onderkant beschermd. Mag ik alsjeblieft naar de kantine? Ik moet aan het werk. Moet je het werk? Zeg dat dan. Ik zeg dat! Wacht even. Ik moet even... Wat moet je doen? Je wacht alleen maar even. Wat ben je doen? Maakt niet uit. Wat ben je doen? Maar alsjeblieft, ik zit nu al zo lang in deze cel vast. Ja, nou, kom maar. Ik heb elke stenen tegel al geteld. Kom. Okay, pas op, hè. Pas op. Ik moet toch naar voren lopen? Oké, weet je? Prima. Hoe kan dit? Wat? Hoe kan jij... Nee. Wat is er dan? Meelopen. Wat is er dan? Meelopen, naar voren. Hup. Je wacht even rustig aan. Waar gaan wij? Moeten we naar de bibliotheek hier? Nee. We gaan doorlopen. We gaan doorlopen. Ik vind het helemaal prima. Nou, alleen niet hierheen, personeel. Hier. Die kant op. Deze kant op. Maar wat nou? Ik heb niks bij me. Wil je me fouilleren? Kom maar. Hup. Komt u maar. Is dit radioactief? Natuurlijk is het radioactief. Wat denk jij dan? Oh, de kantine. Eindelijk. Dan kan ik eten maken voor mijn klasgenoot, wil ik zeggen. Meekomen. Voor mijn celgenoot. Ja. Wacht nou even. Jongens, ik wilde gewoon... Hij is ook gewoon weggelopen zonder mij. Ik kan net zo goed naar die kant oplopen. Ik denk niet dat hij het door... Ik ben echt de weg kwijt. Hoezo? Jij werkt hier. Waar ga je heen? Dat klopt, ja. Waar ga je heen? Wacht even. Oh, dat is hier een mega taart, jongens. Voor jullie ziet hij er waarschijnlijk gewoon normaal uit. Maar voor mij is het echt... Ik heb nog nooit in mijn leven zo'n grote taart gezien. Oh mijn god. Kan ik hem ook? Ik wil weten hoe die van binnen uitziet. Oh, hij is leeg. Nou, en nu gaan we wachten op de eerste klant. Waar ben je? Ik ben aan het koken. Hoe kun je nou aan het koken zijn? Ja, ik moet toch de dikke dienst? Nee, je hebt helemaal geen dienst. Wat ben je aan het doen? Wat wil je eten? Ik wil dat jij je gevangenisoutfit aandoet. Die heb ik. Hoe krijg jij jouw eigen kleren hier? Dat kan niet, want Thea van de inkomstbalie... Ja, maar ik ken Thea. ...heeft jou... Ja, dus? Thea is mijn tante. Oh, hoe is het met haar? Ja, wel goed. Ik had het nog even met haar over en uiteindelijk zei ze van... Nou, doe lekker je blauwe outfitje aan. Zal ik even kijken wat we hebben? Ik heb hier echt een mega grote... Dat blijft nou eens even staan. Ik heb hier echt een mega taart. Hartstikke heerlijk. Er zit wortel in, er zit appel in, er zit peer, konijn. Ik weet niet hoe die erin is terechtgekomen. Hij zit erin. Wat zijn we aan het doen? Wat ben je doen? Rekken strekken. Lijkt wel je koe aan het melken bent. Ik heb hier een taart. Zal ik hem meenemen? Pas erop. Hey, ik heb taart. Pas op hoor! Of... ik weet niet hoe ik hem weggooi. Wil je hem hebben? Ja. Dan neem plaats. Ik ga hem even bereiden voor je. We hebben wortel en we hebben besjes. Ik denk dat hij het lekker gaat vinden. Laten we hem aanbrengen. Meneer, de steen, de bewaker. Hallo. Oh, je bent buiten. Wat zijn we buiten aan het doen? Hallo? Ja, hoi. Hey. Ik was aan het basketballen. Taart is klaar. Fijn. Wil je hem samen opeten anders? Daar heb ik wel tijd voor. Nou, kom.
God, zou ik hem anders aan u geven dat u hem hier op tafel zet? Nou, ik pas wel op, hoor. Ja, waarom heb je nou dat schild voor je? Dat is, nee, ik heb letterlijk taart. Ik heb hier wortel. Ik heb hier zelfs hartstikke lekkere besjes voor je. Ik leg ze wel gewoon op tafel. Maar, ja, maar pas op, hè. Rustig aan. Gaan we lekker zitten met z'n tweeën. Plaats jij die taart daar? Alsjeblieft. Kijk nou, hoe een lekker stukje taart. Die heb ik helemaal voor jou gemaakt. Ik zie het. Bedankt. Ga je gelijk van eten of... Ja, ik proef wel een stukje, ja. Je weet dat de camera's dat zagen. Ik hoop zo dat niemand dit heeft gezien. En nou kom je mee, want nou is het de tijd om te werken voor mij. Voor wat? Wat gaan we doen? Mogen we wortelen mee? Nou? Nee, je gaat nooit die kant op lopen. Ja, maar met wortelen of zonder wortelen? Gevangen naar A321, kom op. Met of zonder wortelen? Met wortelen. Dan gaan we die kant op. Kom, hup. Oh, dat deed ik niet, ik beloof het, echt waar. Dat deed ik niet, ik beloof het, echt waar. Echt waar, dat was ik niet. Mooi, hè? Ja, ik zat al te kijken naar de architectuur, maar dat is echt bijzonder. Ja, die is antiek. Antiek. Antiek, ja. Ja. En ja, ik kreeg best wel last van mijn nek. Moet ik anders een massage geven? Kom maar. De douches gaan we in, lekker. Kom maar, samen. Nee. Die kant op nee. Is eerst een hele donkere gang lopen. Ik weet niet of ik het leuk vind. Nu lopen. Oké, ik loop, prima. Kijk uit voor dat. Dat is een zeepje. Dat is een zeepje. Die ga ik niet oppakken. Mag je wel proberen? Wat ga je daar dan mee doen? Moet ik hem oppakken? Blijf staan, ik ga hem oppakken. Oké? Ja, pak hem maar op. Hoppa! Zo! Ik had hem nog niet eens. Nee, nou moet je nagaan wat er gebeurt als je hem wel hebt. Oké. Welke douche moet ik pakken? Die centrale, daarboven. Ik ga weg en ik zie je zo. Dat is de lamp, meneer. Maakt niet uit. Ik neem deze wel gewoon. Ja. Kijk jongens, ik heb nu dit. Dit is mijn ontsnapping. Deze lever hier. Dit gaat mijn ontsnapping zijn uit de gevangenis van deze mega vervelende bewaker genaamd Steen. We moeten alleen nog even een goede manier vinden waarop wij deze prachtige hendel kunnen gaan gebruiken. En ik heb denk ik al een idee, maar dan moeten we de bewaker even afleiden. Hallo? Ah, je bent zover. Ja, er is iemand gevallen. Nee, daar ben je niet. Oh, ja, shit. Er is iemand gevallen. Oh. Paniek. Kijk jongens, ik heb de deur dicht gedaan. En nu wacht tot hij er weer is. Wie heeft de paniek dan? Ja, hij is hier. Oh, waar? Zou je de deur even lopen? Hij zit opgesloten. Zou je hem heel even lopen doen? Nee. Ja. Nee. Wat ik ga doen, ik ga deze wortelen, ga ik lekker opeten. Ten eerste, want dat is goed voor je en dan zie ik beter. Dan... Dat is een fabeltje, weet je. Neem ik deze hier, deze. Die ga ik daarheen, die ga ik gebruiken en ontsnap ik uit jouw poepgevangenis. Wat vind je daarvan? Pas op. Ja, je kan oppassen, maar ik ga nu deze kant op lopen en dan zien we elkaar niet meer. Nee, je komt... Hallo, je komt even terug. En dan? Want... En dan? Ik... Wat is het dan? Kom eens even dichterbij. Kom even. Ja, ik ben toch dichtbij? Nee, ik zat al tegen de deur aan, wat wil je? Je moet goed luisteren met je oor, niet met je hand. Oké, ik luister naar mijn oor. Zo, ik zie je straks. Oké, weet je, ik doe de deur open en dan krijg je de kans. Zullen jongens. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Hallo? Hallo? Oké, ik hoor je weer. Wat is er gebeurd? Wat hoorde je dan? Het leek alsof je de hele kamer rolde. Nee, mijn headset ging helemaal. Alles ging helemaal fout. Oh, kom hier. Nee. Laat me met rust. Je weet niet waar je heen moet. Jawel, ik ken deze gevangenis. Oh, dat vind ik oneerlijk. De ladders zijn niet zo hoog genoeg. Hier. Ik heb je. Ik heb jou. Maar wacht. Ik kom niet bij de ladders. Hoe doen jullie dat meestal zelf? Dat doen we door hier te kijken of we dat dingetje daar kunnen pakken, zo. Ja, nee, neem je tijd. Neem vooral je tijd. Dan trekken we die ladder naar beneden meestal. Ja, wacht maar. Ik maak hem gewoon kapot. En dan plaatsen we hem zo. Kan ik dan nu de ladder? Mag ik het proberen? Ja, moet je wel uitkijken of het veilig is. En ik wil het wel even voordoen. Hij doet het. Oh ja, en dan? Wat moet ik hierboven? Wil je dat even niet doen?
Dan, kijk, het ding is, ik wilde ontsnappen, maar ik weet nou niet, op het moment niet meer waar ik ben. Volgens mij zijn we bij de elektriciteitsruimte. Ja, daar lijkt het wel op, ja. En moet je wel uitkijken, hoor. Ja, oppassen voor de stroom en zo. Het zou niet handig zijn als iemand... ik weet ook niet wat hierboven is. Oei, dat is Mount Rushmore. Oh, kijk, en dat is dus het ding. Die moet hier. Alleen, kunt u die voor me plaatsen? Even, dan kan ik naar buiten. Ja, op zich, ja, zou kunnen. Hier. Maar de luchtplaats is beneden, wist je dat? Ja, maar ik wil hier ontsnappen. Nee, maar dat dank wel. Kijk, mijn helikopter die staat al klaar boven. Kijk, weet je, we kunnen lang of kort praten, maar dit gaat even niet gebeuren. Wilt u ook niet een lekker worteltje? Wacht, wacht. Kijk, kom maar. Oké, wacht. Ik ga dit worteltje. Wilt u dit worteltje? Ja. Wacht. Kijk. Zo, daar gaat hij. Jongens, kan ik nu ontsnappen? Is dit het moment? Hoe kom ik op die ladder? Ik moet een onmogelijke parcoursprong halen. Daar gaan we. Nee, daar gaan we. Ja. Kom op. Oh, mijn god. Jongens, dit is zo moeilijk. Dit is veel moeilijker dan jullie denken. Ja, we zijn er. Oh, mijn god. Oh, jongens, we zitten in een helikopter. Ik hou me vast aan de randjes. Hallo? Steen? Ben je er? Wil je even daar vanaf komen? Ik heb helemaal moeten omlopen omdat jij die wortel naar beneden gooide. Ik heb er nog geen voor je. Moet ik hem gooien en dan ga ik wel weg, oké? Dan ben ik ontsnapt. Mag ik hem, alsjeblieft? Hier is hij. Nou, ik ga, hè. Nou, jongens, we zijn ontsnapt. Doei, was leuk hier. Daar gaan we, jongens. Wat een kleine helikopter.